Van 's morgens vroeg tot laat in de middag zijn politieagenten en medewerkers van het Nederlands Forensisch Instituut bezig met de inval. Verschillende vrachtwagens worden meegenomen. En ook een personenauto gaat mee. Het is niet bekend of er mensen zijn aangehouden. Dortclean BV is een bedrijf dat gespecialiseerd is in de handel van plantaardige oliën en vetten. Bouwbedrijf BAM, dat naast Dortclean BV is gevestigd, wilde niets zeggen over de inval of de activiteiten van het bedrijf. Zoals gezegd, de inval was in verband met een milieu- en fraudezaak. Dat heeft het Openbaar Ministerie meegedeeld.